Welkom allemaal. Fijn dat jullie allemaal ingeschakeld zijn voor onze groei en bloei Nationale Tuinweek lezingen en rondleidingen. Goede sprekers, mooie onderwerpen. Op deze manier kunnen we elkaar toch weer zien in deze lastige tijd. Dus wij kijken nu meer naar de mogelijkheden. En ja, online kunnen we elkaar ontmoeten met deze goede sprekers op deze groei en bloei Nationale Tuinweek lezingen, cyclus. Ja, is het ook leuk als er vragen zijn aan de spreker over het onderwerp, dat u denkt, nou dat wil ik toch echt weten. Dat kan. U kunt gewoon deelnemen, betrokken zijn, uw vraag stellen en dan gaan wij hem straks in een mooie eindsessie beantwoorden. Ik zou zeggen, veel plezier. We gaan het hebben over de Dutch Wave en... Dat is een begrip wat zo langzamerhand een hoop mensen wel kennen, maar niet iedereen. Als ik het heel eenvoudig moet omschrijven, dat doe ik wel eens als ik haast heb, dan zeg ik, heb je in de buurt waar je woont zo'n moderne rotonde met mooie vaste planten? Dat komt van de Dutch Wave. En zo mooi als op dit plaatje wordt het zeker niet, want dit is wel uit een heel speciale tuin. Dit is een van de vertegenwoordigers van de Dutch Wave. Ik ga er een aantal met naam en toenaam noemen. En ik geef wat voorbeelden van wat ze hebben gemaakt. Van sommige wat meer, van sommige wat minder. En van sommige een heleboel. Maar dat merken we zo vanzelf. Deze foto is van de tuinen van Ton ter Linde, in de tijd in Ruinen. De tuinen van Ruinen, zeiden wij altijd, oneerbiedig. Ton ter Linde is een beeldend kunstenaar. Die maakt prachtige aquarellen en schilderijen. En hij schildert eigenlijk ook met planten. Zo kun je zijn manier van beplanting ontwerpen wel noemen. Deze foto is bovendien nog heel bijzonder, want die is gemaakt door Marijke Heuft. Dat is dé tuinfotograaf van Nederland. Zo langzamerhand teruggetreden, maar de werk zie je nog heel vaak op allerlei plekken. Je ziet hier een zomerborder, duidelijk aan de klapperen, de papavers, wat alliums en wat andere mooie dingen op de achtergrond. En dit was een van de beroemdste tuinen in de jaren 80. Maar het komt allemaal ook ergens vandaan. Die Dutch Wave is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het grappige is dat de bron daarvan al veel eerder ligt. Die is, laten we zeggen, zo rond het begin van de vorige eeuw. En toen kwam de natuurbeweging op gang. Jacques P. Thijssen is een naam die we allemaal kennen. Thijssen heeft ervoor gezorgd dat natuurbescherming, natuurbeleving en ook natuurbeschrijving, dat voor de gewone mens ook bereikbaar werd, doordat hij heel goed kon schrijven. En een van de dingen die daar een uiting van zijn, dat is te zien op het plaatje hier, dat is het Jacques P. Thijssen Park. Hij was zo beroemd dat er verschillende parken namelijk genoemd zijn. En je ziet daar zo'n mooi detail uit een natuurlijke beplanting. En beplanting is natuurlijk niet natuurlijk, want er wordt hevig gewiet en geschoffeld ook wel. En met de hand uitgetrokken, veel handwerk. Maar het gaat om het beeld, het gaat om natuurbeeld. En je hebt hier een heel mooi nazomerbeeld met hele grote varens op de achtergrond. En een bijzondere wilde plant beenbreek met die oranje aardjes op de voorgrond. Dat is heel in het algemeen gezegd ongeveer waar al die vertegenwoordigers van het Dutch Wave naar streefden. Niet meer dat stijve van voor de oorlog van de jaren 50. Ook niet meer dat hele precieze van de tuinen van Mieruis, die natuurlijk de grote inspiratiebron was in de jaren 50, maar losser. En als je dat begrip in je achterhoofd houdt, dan snap je ook heel veel van wat er zover te zien is. Ik noem een aantal personen die voor de Dutch Wave heel belangrijk zijn. De allerbelangrijkste is Rob Leopold, helaas overleden dierbare vriend, in 2015 overleden, die wel door buitenlanders die echt niet wisten waar die man het nou allemaal vandaan had, gewoon als gartenmensch, tuinmens werd gekarakteriseerd.
Hij was filosoof, hij was dichter. Hij schreef heel veel over tuinen. En hij had een bekend bedrijf, Kruidhoek, waarmee hij aanvankelijk vooral zaden van wilde planten, inheemse Nederlandse planten kweekte. Want die waren er niet. Die waren niet te krijgen. Behalve dan bij, nou ja, bij kleine groei- en bloeiafdelingen die dat voor de lol erbij deden. Hij heeft het overgenomen van iemand uit Lisse die dat voor de lol deed, maar dat werd allemaal wel te veel. En Rob Leopold is daarmee verder gegaan. Hij hield het niet alleen bij wilde plantenzaden, maar ging ook allerlei sierplanten op een gegeven moment kweken die hij zelf mooi vond en die overal en nergens tegenkwam. Hij reisde veel, haalde planten uit en zaden uit botanische tuin in Kopenhagen, uit Zwitserland, schreef met allerlei mensen in binnen en buiten, in andere buitenlanden. Engeland haalde hij veel vandaan en op den duur van over de hele wereld. Kruidhoek, het bedrijf bestaat nog steeds en ze zijn weer helemaal terug naar de wilde planten. Dus ik zou zeggen, onthoud die naam. Dan hebben we als volgende vertegenwoordiger Henk Gerritsen, ook niet meer onder ons. Overleden in 2008. En Henk was de eigenaar, vormgever, mede-eigenaar moet ik zeggen, vormgever en beheerder van de Priona-tuinen in Schuine Sloot. Waar is dat nou weer, zult u denken, Schuine Sloot? De naam klinkt wel interessant. Als ik zeg Slagharen, dan weten we het waarschijnlijk wel. Dan moet je nog een klein stukje doorrijden, dan ben je in Schuine Sloot. En Henk die kwam meer uit de NJN-hoek, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Dus die was heel erg op Nederlandse plantengemeenschappen. Dan wordt het al vaak heel moeilijk, want daar hadden ze heel moeilijke namen voor. Maar waar het hem om ging, was om in een tuin natuurbeelden te herscheppen. En dat deed hij heel goed, want hij kende zijn planten. De enige manier waarop je zo'n soort tuinen kunt maken, is als je je planten heel goed kent. Als je heel goed weet wat ze nodig hebben. En dan daarnaast nog een kunstenaarsoog om ze op een mooie manier te combineren. Nou, dat kon Henk allemaal. Hij was van huis uit beeldend kunstenaar. En hij maakte prachtige wilde tuinen. Je ziet hier op de achtergrond een stukje uit wat hij zijn groentetuin noemde. Je moet goed kijken om groenten te herkennen. Maar u ziet daar rechts op het beeld wat waarschijnlijk dille is. Of misschien, ik denk eerder, venkel. Dat was dan, uit de hand gelopen groentetuin zou je kunnen zeggen. En dat was fantastisch. Er waren een heleboel mensen die daar kwamen. Want hij had een open tuin die heel succesvol waren. En die zei van, wat moet ik hier 5 gulden voor betalen? En andere mensen die zeiden van, ach, zo had ik het nou altijd gewild. En er was bijna geen overlap tussen die twee groepen. Sommige mensen vonden het helemaal niks. En dan zei Henk, wat erg hielp om voor de mensen om te begrijpen waar ik mee bezig was, was als ik het gras maaide. Gras mooi strak gemaaid, verder die beplanting heel erg wild. Dan snapten mensen dat het om het contrast ging. Dus dat was een truc, duurde ook een paar jaar voordat hij daarachter was. Maar dat was dus de truc die hij gebruikte. En als je goed oplet, dan zie je dat heel veel van die ontwerpers die dit soort tuinen met wat natuurlijke karakter maken, dat die dat soort trucs toepassen. Mien Ruijs zei het ook al, die zei ook wel contrast, maar die had het dan over hele duidelijke vormen en dan een weelderige beplanting. Dat was haar opvatting. De volgende generatie, dus de Dutch Wave mensen, die gingen wat verder, zou je kunnen zeggen. Dan hebben we natuurlijk Piet Oudolf. Je kunt geen krant openslaan of hij staat er wel in afgelopen weekend in Trouw, 4 pagina's geloof ik. En Piet is nu 76 en hij werkt zich nog steeds een slag in de rond. Het kost af en toe moeite om hem te pakken te krijgen, maar over de hele wereld. Verreweg de beroemdste tuin- en landschapsontwerper van het moment. Piet is begonnen ergens in de jaren 70. Hij was van huis uit hovenier. Maar op een gegeven moment kwam hij erachter van ja, dat soort planten wat mij geleverd wordt, dus wat van de groothandel komt, dat beviel hem niet. Dat vond hij allemaal veel te stijf. En hij wilde andere dingen. Dus hij is op een gegeven moment zijn eigen planten gaan kweken. Dus hij werd
van hovenier werd hij kweker. Daarna ging hij ontwerpen, want er moest natuurlijk ook verre brood op het plan komen. Want dat red je niet met een kwekerijtje als je begint. En dat was heel succesvol. Daar gaan we straks nog een heleboel van zien. En natuurlijk Jacqueline van der Kloet, die veel met Piet samenwerkt, maar die daarvoor ook al heel veel bezig was, de theetuin in Weesp. En die geldt wel als internationaal ook als bollenspecialist. Ze maakt hele mooie combinaties. Dit is een van haar eigen tuinen. Mooie combinaties van bloembollen met vaste plantenborders. En ze heeft ervoor gezorgd dat bollen nu, en vooral tulpen, nu heel anders gebruikt werden dan vroeger. Ik weet niet of je vroeger wel eens op de keukenhof kwam. Dan was het zo dat dan had je gele tulpen, rode tulpen, gevlamde tulpen. En die moesten allemaal keurig bij elkaar staan. En we weten ook hoe dat kwam. Want dat kwam omdat de kwekers die bollen leverden, die wilden dat graag zo. Want dat waren ze zo gewend van op het veld. Jacqueline heeft ervoor gezorgd dat dat doorbroken werd. En dat is nu dus ook in al de meeste beplantingen van een keukenhof, is dat te zien. En ik moet zeggen, ik vind het een behoorlijke vooruitgang. We gaan even nog een aantal voorbeelden laten zien. Dit is Ton ter Linde zelf, de kunstenaar in zijn tuin. Hij maakt fleurige bloemen, aquarellen. En Ton is nu behoorlijk op leeftijd, in de 80, niet meer actief tuinier. Maar een paar jaar geleden was hij nog iedere dag, de hele dag als het even kon, in de tuin te vinden. Heel erg ook een self-made man, maar ook een beeldend kunstenaar weer. Dus dat is al, ja, eigenlijk al de zoveelste. Dat kunstenaarschap, dus dat met net iets andere ogen kijken naar hoe je planten neerzet, hoe je kleuren combineert, dat is Ton zijn sterke kant. En hoe je dat dan in de loop van het jaar allemaal voor elkaar krijgt, dat is eigenlijk de sterke kant van die Dutch Wave mensen. Hier een aantal bekende andere mensen ook nog erbij. We zien helemaal in het midden de rode krullenkop van Koen Jansen. Een belangrijke kweker die ook vanaf het begin bij de Dutch Wave is betrokken geweest. Links van hem zien we Beth Chatto. De grote vrouw van het moderne Engelse tuinieren. Nog niet zo lang geleden overleden. Dan rechts van Koen een wat jongere Piet en helemaal rechts met het alpino petje Ernst Pagels. En dat is voor Nederlandse gespecialiseerde plantenkwekers een hele beroemde naam, want dat was de man van de grassen. Daar heeft Piet Oudolfsen dus ook vandaan, want die wordt ook wel de grassenkoning genoemd. Maar eigenlijk was dat Ernst Pagels, want die had dat op de markt gebracht. Heel bijzondere man, ook al een aantal jaren niet onder ons, maar die heeft al die prachtige miscanthussen en dat soort dingen. En daarnaast salvia's, de beroemdste salvia Oost-Friesland, komt ook van hem. Nou, dan dat geeft wel een beetje idee van het niveau van kwekerskunst die hij bezat. Beth Chatto was in Engeland een eenzaam roepende in een woestijn, want daar vonden ze altijd, en soms nog wel een beetje, dat je alles wat je in de tuin wilt hebben ook overal moet kunnen neerzetten. Daar zijn wij in Nederland al lang achter dat dat niet zo slim is. En Beth Chatto zat op een hele slechte grond, althans een deel ervan, veel kiezel, heel droog. En daar heeft zij haar beplanting aan aangepast. Dat was een revolutionair idee in Engeland. Maar zij heeft dat doorgezet en omdat de resultaten zo goed waren, dachten de mensen, gewone tuiniers die met dat soort problemen te maken kregen, die dachten van misschien moeten we het zo gaan doen. En toen gingen ze ook over de grenzen kijken en zagen ze wat er in Nederland allemaal op dat gebied werd gepresteerd. En toen kwamen ze opeens heel veel naar Nederland. In de jaren 60, 70 was het zo dat echte Nederlandse tuinliefhebbers met een goed gevulde beurs en een flinke ruime tuin, die gingen naar Engeland om planten te halen. 20 jaar later was het net andersom, want ze hadden daar goed in de gaten dat je hier in Nederland moest wezen voor de echte leuke kwekers. En Engelse kwekers zeiden vanaf die tijd ook wel, we zijn blij dat de Noordzee ertussen zit, want anders dan waren wij al lang over de kop gegaan. Nou, zo kan dat veranderen. Dat is ook heel grappig dat je al die trends zo
heen en weer ziet gaan. Nou, daar hebben we dan het linkje naar het verleden. Beth Chetto op een andere dag samen met Miruis, de grote vrouw van de vorige eeuw, die 70 jaar lang Nederlands heeft leren tuinieren, zou je kunnen zeggen. En daar heeft ze ook bewust de best voor gedaan. Dat heeft Beth Chetto in Engeland dus eigenlijk ook gedaan. Ze kenden elkaar op een gegeven moment vrij goed. En nou ja, al die mensen van de Dutch Wave, Tom ter Linde, Henk Gerritsen en Piet Oudolf, die zeggen ook allemaal dat ze schatplichtig zijn aan Miruis. Want die heeft ze laten zien hoe je met vaste planten kunt combineren, hoe je plantcombinaties, niet alleen kleur, maar ook vorm kunt maken. En zoals Piet zegt, dat is mijn uitgangspunt. En daar ben ik, van daaraf ben ik verder gegaan. En verder is hij inderdaad gegaan, heeft hele nieuwe wegen ontdekt. Nog even terug naar de Kruidhoek, de dikke zadenlijst. Dat was eind jaren 70, was dat een openbaring. Dat was zo'n dikke pil van een boekje waarin Rob Leopold allerlei planten beschreef. Hoe je dat moest doen met wilde bloemenmengsels, hoe je de grond moest voorbereiden en wat je vooral ook niet moest doen. Met daarnaast meer dan 1000 op een gegeven moment beschrijvingen van allerlei plantensoorten, niet alleen wilde. Met een soort lyrische beschrijvingen van hoe mooi ze wel niet waren en wat heel bijzonder. Als je dat ooit eens tegenkomt, dan moet ogenblikkelijk kopen. Dat is nog wel eens antiquarisch te kopen, maar echt, dat is in Nederland nog nooit vertoond, zoiets. Dat enthousiasme wat Rob Leopold had, dat heeft ervoor gezorgd dat die Dutch Wave een soort beweging, een soort groepje ging vormen. Heel onofficieel, er was geen club, er was geen bestuur, er was eigenlijk geen organisatie, behalve toen we in 1995 met z'n allen op reis waren naar een congres in Duitsland, in Freising. Er was Piet bij, er was Rob bij, nou, alle andere mensen die er een beetje toe deden in die tijd waren er ook bij. En toen hebben we besloten dat wij het jaar erop net zoiets in Nederland gingen organiseren. En dat was het begin van Perennial Perspectives. Er waren iets van 160 mensen van over de hele wereld die daar bij elkaar kwamen om die ideeën over hoe je op een modernere manier met planten kunt omgaan uit Entena hebben besproken. Tweedaags congres en nog uiteraard excursies, want het was in de zomer. Dat was eigenlijk het hoogtepunt van de Dutch Wave, zou je kunnen zeggen, waar het allemaal bij elkaar kwam. Maar nogmaals, geen clubs, geen contributie, niks georganiseerd. Het was een soort losvaste club van gelijkgestemden, zou je kunnen zeggen. De dikke zadenlijst voor Rob Leopold, daar stonden dus onder andere interessante en niet zo vaak meer geziene Nederlandse wilde planten in. Henk Gerritsen maakte zelf tuinen waarin je die planten dan ook min of meer in een natuurlijke combinaties tegenkwam. Je ziet hier bijvoorbeeld een, ik weet niet precies welke orchidee, een veldsalie. Ik zie daaronder dat gele, dat is rolklaver, moerasrolklaver denk ik. En dan zie ik nog een van de scabiosa. Nou, dit soort beelden is wat Henk Gerritsen vooral wilde laten zien, in zijn tuinen liet zien. En waar hij zelf ook op buitenlandse reizen zijn inspiratie voor opdeed. Op een gegeven moment leerde hij Piet Oudolf kennen en die ging toen begrijpen wat wat de natuurlijke samenhang van beplantingen zou kunnen zijn. En daar was hij eigenlijk ook een beetje naar op zoek. Dus ze gingen heel veel uitwisselen. Piet die wist heel veel van gekweekte planten. Henk die wist alles van wilde planten. Ze gingen samen op excursie naar Slovenië, waar ze de prachtigste dingen vandaan haalden. Helleborus bijvoorbeeld werd daar verzameld en allerlei andere bijzondere dingen. En dat werd toen ook in de tuinontwerp toegepast.
Nou, Henk had dus dit soort beplantingen. Het andere uiterste wat natuurlijk of niet natuurlijk betreft, zie je dan weer op zo'n plaatje van een openbaar park in Duitsland. Van een bollenbeplanting van Jacqueline voor de Kloet. Waar het hier om gaat, is dat we een mengeling zien. Je ziet daar hoge keizerskronen, je ziet vroege narcissen. Nog niet zo vroeg. Gewone narcissen, wat latere tulpen. En waar het om gaat, is hier dat je een soort kunstzinnige mengeling hebt. Een mooie mix van kleuren. En ook heel doordacht, want je moet rekenen dat zo'n beplanting toch wel een beetje 2 maanden mooi moet zijn. Ongeveer de tijdsduur van de Keukenhof. 2 maanden. Dus je moet ervoor zorgen dat je in het begin van die periode bolgewassen hebt die vroeg opkomen. Niet te vroeg, want dan is er nog niemand. En ook niet te laat, want dan verdringen ze elkaar. En dan moet je zo doorgaan. Dus een mengsel maken wat begint, wat was het ook weer, derde week maart. En dan een derde week mei, of wat is het, dat er dan nog steeds iets bloeiends te zien is. Nou, dat kun je met heel uitgekiende mengsels, heel uitgekiende combinaties van soorten. Dus van allerlei andere kleine dingen ertussendoor. Sneeuwroem, noem maar op, al die andere mooie dingen die Nederlandse bolle leveranciers allemaal kunnen leveren. Op die manier kun je zoiets maken. En dan zijn er wel eens mensen die denken van, oh, dat is makkelijk, dat kan ik ook wel. Ik neem gewoon een zak bollen of ik neem 10 zakken bollen, ik gooi ze door elkaar en ik strooi ze zo uit. Dat is helaas niet het geval. Rita van der Zalm zegt altijd wel van, je moet strooien met bollen, maar je moet ook uitrekenen wanneer wat begint en wanneer de laatste eindigt. Dus dat is een hele kunst. En Jacqueline is daar, ja, misschien wel de beste. Ik denk het wel. Intussen waren er ook allerlei andere kwekers die dat sortiment van die modernere planten, dus wat lossere planten. Je ziet hier bijvoorbeeld een phlox die veel losser is dan wat we gewend waren. Minder bekende soorten die van over de hele wereld kwamen, die ze gingen gebruiken, gingen verkopen, maar ook gingen gebruiken in hun eigen tuinen. Dit is bijvoorbeeld een stukje uit een zomerborder van de Kleine Plantage in Eenrum, in Groningen, die ook vanaf het begin met dit soort planten hebben gewerkt. En je ziet daar heel mooi hoe je, ook in combinatie met heesters trouwens, het is niet alleen vaste planten, hè, houtige gewassen zijn ook heel belangrijk, want die geven uiteindelijk de vorm. En nou ja, we weten allemaal, nu beginnen de vaste planten een beetje op te komen, maar je moet nog steeds uitkijken dat je er niet bovenop stapt als je per ongeluk iets te ver de border in gaat. Dus heesters zijn minstens zo belangrijk. Ik heb wel eens het idee dat die de laatste 20 jaar een beetje verwaarloosd zijn, maar de goede tuinontwerpers, die komen daar wel weer mee terug. Dus dat is erg fijn om te constateren. Een andere kweker is de onvolprezen Hans Kramer van de Hessenhof in Ede. Hij zal het niet fijn vinden dat ik zijn naam noem, want hij heeft het al zo druk. Want hij is, dat is, ik denk wel eens, misschien wel de beste vaste plantenkweker in zijn soort. Hè? Dus het speciale sortiment van Nederland. Hele goede, heel uitgebreid sortiment. De meest fantastische planten. Ook een hele mooie tuin trouwens. De moerbedden in de zomer en zeker in de nazomer. Fantastisch, daar kun je echt al die mooie dingen in hun volle glorie zien. Die staan allemaal te bloeien. Hij heeft daarnaast nog een mooie rotstuin. Hij heeft een schaduwgedeelte. En dat is, ja, dat is redelijk uniek in Nederland. En gelukkig zijn er andere mensen die dat navolgen. En hij heeft ook heel veel stagiairs, vooral ook weer uit het buitenland. Want die hebben nu na zoveel jaar dan hun eigen kwekerijen weer in Duitsland, in Zwitserland,
in Slovenië zelfs, in Frankrijk meen ik ook. En dus dat soort kwaliteit, dat verspreidt zich wel als een soort olievlek. Dat blijft niet beperkt tot één plekje. Klanten komen ook uit heel West-Europa. En dat geeft wel aan dat daar dat je daar iets bijzonders kunt halen. En dat is wat Dutch Wave, laten we zeggen, altijd aan zich heeft gehad. Mensen hadden tuiniers hadden in de gaten dat er iets anders gebeurde, dat er iets bijzonders aan de hand was. Nou, en dan kom je op een gegeven moment uiteraard bij de goede kwekers terecht. We gaan nog even terug naar Oudolf. Dit is jaren geleden in Hummelo, toen de kwekerij nog open was, want die is een paar jaar geleden gesloten wegens te veel succes. Te veel bussen en te weinig kopers ook wel, maar dat terzijde. Ja, op een gegeven moment als ze alleen maar komen om je man, om je man te zien, dat was voor Anja Oudolf niet zo erg leuk. En vooral niet als ze dan met zo'n hele bus met één plantje weer vertrok. Succes en bekendheid, roem mag ik wel zeggen, heeft ook zijn nadelen. Nou, dit was hoe het er 20 jaar geleden ongeveer uitzag. Dit is het verkoopgedeelte, dus het zijn bedden met keurig allemaal bordjes. Goede benaming was heel belangrijk. Je ziet mooie geknipte zuilen van, ik meen, wilgbladige peer. En ja, ook een hele mooie boerderij die door Piet eigenhandig is opgeknapt in de tijd. Die man heeft zich een slag in de ronde gewerkt in de begintijd. En die heeft zich echt helemaal opgewerkt. Dat is wel een bijzondere successtory, zou je kunnen zeggen. Het mooie ochtendlicht op de Koestert, zoals de boerderij heette, en op de planten. Dit is dan iets later in het jaar. Dat is een zomerborder met... Ja, dat zijn, kan het van deze afstand net niet allemaal zien, maar er zal ongetwijfeld Monarda tussen zitten. U ziet op de achtergrond ook Miscanthus al flink omhoog komen. En het aardige is dat Piet ook nog mooie foto's maakt. Want de foto's die u hier ziet van die tuin, die zijn van hem. Fantastisch gevoel voor stemming. Maakte ook 's winters foto's. Die heb ik er geloof ik nu niet bij zitten. Maar hij keek heel goed en hij praatte er heel veel over. Vooral met Henk Gerritsen. En het is ook dan ook niet raar dat die een aantal boeken samen hebben gemaakt. Droomplanten is de belangrijkste en daar is nog vervolg op gekomen. Daarin kun je heel goed zien wat ze bezig hield en hoe ze dat allemaal beschreven en hoe ze dat vastlegden. Hier nog zo'n mooie stemmingsfoto vroege ochtend. Iets later in het jaar, na zomer. Ik denk dat dat groot leverkruid is. Of noemen we dat koninginnenkruid, geloof wel, hè, tegenwoordig. Ook weer in diezelfde tuin, niet aan de verkoopkant, maar aan de showkant, zou ik maar zeggen. De beplantingen die meer vast waren. Piet ging op een gegeven moment internationaal. En een van zijn eerste opdrachten, of eigenlijk zijn eerste grote opdracht, was voor het Droompark in Enköping in Zuid-Zweden. Dat was het gevolg van contact van mensen die tijdens een van die internationale congressen was tegengekomen. En wat we hier zien is de blauwe golf. Hij ziet er nogal paars uit, maar dat komt door het plaatje. Hij is in werkelijkheid is die blauw. Het is salvia, nemorosa, een paar verschillende cultivars door elkaar. En hier maakt hij furore mee. Het sloeg in als een bom in Zweden. En iedereen wilde ook zoiets. Dus toen ging Piet zijn carrière pas goed van start. En kreeg hij opdrachten in Engeland, in Zweden, in Denemarken. En ook aan de andere kant van de oceaan. Dit is bijvoorbeeld het Lurie Park in Chicago. Waar je die geweldige torenflats op de achtergrond ziet. Met ook weer dat op contrast. Dat contrast van die natuurrijke begroeiing op de voorgrond. Dat werkt in steden fantastisch. En ik ga er nog een paar voorbeelden van laten zien, want
Nog beroemder was de High Line in New York. Links de rivier de Hudson. En wat we daar zien, een stuk van die oude spoorlijn. U kent ze wel uit films, maar hele ene achtervolgingen onderdoor met onverantwoord rijgedrag van taxichauffeurs en andere boeven. Onderdoor gingen. Van die dingen die op staal waren gebouwd en waarop 10 meter hoogte dan die spoorwegen liepen. Die werden voor een groot deel niet meer gebruikt. Raakten in verval, maar die raakten ook heel aardig begroeid. Dit is ongeveer zoals het er in het begin heeft uitgezien. Maar dan nog een stukje wilder. Want tussen die spoorstaven en spoorbiels lag grind. En daar gingen planten op groeien. Niet de meest kleurrijke en niet de meest fantastisch uitziende vormen. Maar er gingen planten groeien. En er waren mensen die hadden dat in de gaten. En die dachten van, maar daar zou je wel eens wat leuks mee kunnen doen. Dus op een gegeven moment is er een ontwerper gekomen. Die heeft gezegd van, we kunnen daar tuinen van maken. Het was eerder gedaan in Parijs. Dus dat was een beetje het voorbeeld, maar lang niet zo mooi als hier. Dit is helemaal in het voorjaar, waar ze net, of eigenlijk einde van de winter, waar net alle planten zijn afgeknipt. Als je goed kijkt, daar onderaan, dan zie je afgeknipte bosjes van grassen. Wat je ook ziet, is dat een deel van het spoor is gebleven. En aan de rechterkant is een pad gemaakt, waardoor je over die hele afstand over dat spoor heen kunt lopen. Daar ga ik nog even een paar voorbeelden van laten zien. Ik moet even terug, want dat gebouw, dat komen we een paar keer tegen. Let even op dat gele gebouw met die raampjes. Hier zien we het namelijk ook op de achtergrond. Dit is eind voorjaar. Er begint al behoorlijk wat te bloeien. Ik denk begin zomer zelfs. En je ziet dat er behoorlijk wat volk op de been is. En we kijken hier ook nog een heel klein beetje de straat naar beneden. En nou is dit allemaal nog, die begroeiing is nog vrij vlak. Maar je ziet al, doordat dat heel natuurlijk is gerangschikt, heb je een fantastisch contrast met die architectuur. En naarmate het jaar vordert, wordt dat alleen maar sterker. Dit is, ik denk, ongeveer dezelfde tijd, misschien iets eerder. Ook als het regent is het al hartstikke druk, dus dat geeft wel aan hoe populair het is. Het is bijna te druk tegenwoordig, want het staat in iedere reisgids over New York staat het als een van de hoogtepunten. Dus mocht u binnenkort naar New York gaan, wat niet erg waarschijnlijk is, maar misschien over een maandje of 3, 4, dan moet een gemiddelde tuinliefhebber daar absoluut naartoe. En ook iemand die niet tuinliefhebber is. Als je bijvoorbeeld van architectuur houdt, is het ook heel mooi. Want je komt op een heel, heel bijzondere manier, kom je door een heel groot deel van dat oude New York. Even wat voorbeelden nog van beplantingen. Hier met eremures, dus dat is eind juni denk ik, zoiets. Nee, al wat later. Ik zie daar nog wat andere dingen, maar welke precies weet ik niet. Ook grassen zien we daar, verschillende, die hoger op de achtergrond en hiervoor wat lagere. En het bijzondere is dat Piet daar, die is dus gevraagd voor het beplantingsontwerp. Het harde ontwerp is door een andere bureau gemaakt. En je ziet daar dus ook weer contrast. Hier is mooi van bovenaf, je ziet nog een stukje van het spoor, maar ook de manier waarop ze die lange lijnen van die sporen hebben gebruikt om lijnen in de bestrating te leggen. Dus heel modernistisch. Hier kijken we vanaf dat spoor naar de overkant, New Jersey, over de Hudson. Liatris staat er op de voorgrond, een van de inheemse planten uit Amerika. En dat is ook iets wat Piet heeft geprobeerd te doen. Veel inheemse Amerikaanse planten gebruiken. En op een manier zodat je denkt van ja, dat is bijzonder voor de tuin. Dat deed Amerikanen helemaal niet. Tot een jaar of 20 geleden. En hij is dat echt heel actief aan het stimuleren. Nou, kijk hier eens. Ietsje later in het jaar, als die grassen een beetje beginnen te kleuren. Weer hetzelfde gebouw, dus het is, je krijgt een heel ander aspect dan. En nu nog even een paar, zomaar een paar voorbeelden van hoe die begroeiingen dan werken. Want ze hebben natuurlijk ook heel keen verlicht.
En dan ziet dat er zo uit. S'avonds is het ook fantastisch. En hier mooi met een paar soorten salvia. Ik weet niet precies welke. Een blauwe en een roze op de achtergrond. Dat combineert heel goed met die stenige ondergrond. En uiteindelijk dan ergens bij de rail yards. Dat ligt vlak tegen de Hudson aan. En daar heb je een heel aardig beeld van hoe dat in zo'n stad dan werkt. En je snapt ook eigenlijk direct waarom dat zo'n succes heeft. Nou, hier nog een... Die rode, rood-bruine bloemen, dat is iris. Iris vulva, dat is een Amerikaanse soort die tegenwoordig weer ook in park- en tuinaanleg wordt gebruikt. En dan hier nog één keer. Begroeiing wat wilder, ook na zomer. En met het contrast in volle glorie. Nog twee andere. In vrij recent ontwerp in Engeland. Houser & Wirt. Geen idee hoe de Engelsen het zelf uitspreken. Maar dat is een wat recenter ontwerp bij een kantoorgebouw annex expositiecentrum. Heel mooi, nog steeds heel veel grassen. En dan hier tot slot, waarvan ik niet precies weet waar het is, maar het ziet er nogal hummeloos uit, waarin je ziet dat ook in het najaar, als alle bloemen zo wat zijn, dood zijn, de grassen ook, maar dat ook dan een tuin er mooi uit kan, moet zien, volgens Piet Oudolf, want Piet zegt altijd, bruin is ook een kleur. Dank u wel. Goedenavond. Fijn dat u er alle bent op onze Groei en Bloei Nationale Tuinweek online lezingen. Mijn naam is Flip van Leeuwen, ik ben van Groei en Bloei. En vanavond samen met onze spreker die u zojuist gezien heeft, Leo den Dulk, ja, gaan we er nog eens even een leuke avond van maken. Ik ben erg onder de indruk van de prachtige beelden. Maar het lijkt me goed dat ik even Leo, die vanuit huis de vragen kan beantwoorden, even het woord geven om zichzelf voor te stellen. Ja, goedenavond beste kijkers thuis. ik ben Leo den Dulk, ik ben tuin- en landschapshistoricus onder andere, maar ik schrijf eigenlijk gewoon over planten en tuinen en geschiedenis en ook een beetje over dieren. En ik heb speciale aandacht voor, speciale interesse in wat er zo de laatste 30, 40 jaar in Nederland op het gebied van de vernieuwing van tuinarchitectuur en vooral van plantengebruik is veranderd. Als ik heel eerlijk ben, moet je altijd oppassen als mensen dat zeggen, maar als ik heel eerlijk ben, dan ben ik vooral een plantenman, mag ik rustig zeggen. En ik wil graag kijken of ik de vraag die er zijn van uw kant kan beantwoorden. Dus ik zou zeggen, stik van wal. Ja, dat begrijp ik. Er zijn ook al een aantal vragen binnen. Dus als u vragen wilt stellen, druk op de chatknop. Die zit rechts onder in uw beeld. Kunt u de vraag naar ons toe mailen en dan kunnen wij hem aan Leo stellen. Nou, de eerste vraag die ik zie, dat is al best een... Ja, je bent een plantenman en ik ben ook erg onder de indruk van de prachtige beelden die je hebt laten zien in je lezing. Dit is echt wel een lastige, denk ik. Ik zie mooie zwarte pluimen rechts in de foto's van de kwekerij van Piet Oudolf. Wat is de naam van deze plant? Het is een mooi plaatje genomen in de ochtend op de kwekerij. Piet maakt altijd hele mooie foto's zelf. Piet is namelijk niet alleen plantontwerper, maar ook een geweldige fotograaf. Hij heeft de meest fantastische foto's gemaakt op zijn eigen tuin. Dit was het plaatje waar u het over heen, de verkoopbedden. Met die een sierpeer. Pyrus salicifolius. En wat u daarvoor zag, rechtsvoor, die zwarte pluimen. Ik denk, het is een klein beetje gok, maar zo te zien zijn dat uitgebloeide zaadhoofden van agastache.
En waarschijnlijk uit die tijd Blue Fortune. Die was toen nog vrij nieuw. Was een kruising. En die had als voordeel dat die onvruchtbaar was. Dus de bloemen die bleven 3 keer zo lang. Hele mooie. En de kwaliteit, kun je wel zeggen, is bewezen. Want hij bestaat nog steeds. Terwijl er een heleboel nieuwe zijn bijgekomen. Oké, dankjewel. Ik vind het heel knap dat je dat zomaar vanuit de dia nog terug kan vinden. Hartstikke fijn dat je de presentatie zo goed kent. Ik krijg ook nog een andere vraag binnen. Dat is eigenlijk de vraag, wat was de naam van de laatste Engelse tuin die je noemde? De laatste Engelse tuin, dat was van Hauser en Wirth. De Engelsen spreken het ongetwijfeld anders uit, maar voor een Nederlander is het best te begrijpen als je zegt Hauser met AU en Wirth. Dat is een bedrijf succesvol zo te zien aan de prachtige gebouwen en de enorme tuin in Engeland. En dat is een van de meer recente ontwerpen van Piet. Hij ontwerpt. Maakt beplantingsplannen voor projecten over de hele wereld. Piet is 78 nu, geloof ik. En hij reist zich nog steeds een slag in de ronde en hij heeft er nog lang niet genoeg van. Dat is erg leuk om te horen van zulke enthousiaste plantenmensen. Ja, nee, ik heb toevallig laatst het interview met Piet Oudolf in de Volkskrant gelezen. En, nee, hij gaat inderdaad still going strong. Ja, dat is echt, ja absoluut. Ja, echt heel knap. Maar goed, hij is ook zo, zo gepassioneerd. Dus dat is geweldig. Ja. Ik heb een vraag, toch weer een soort plantenvraag. Welke vaste planten, grassen van de Dutch Wave worden het meest toegepast aan de kust? Aan de kust? Goeie vraag. Er zijn heel veel grassen die je aan de kust kunt toepassen. We kennen natuurlijk allemaal die stevige dingen die lijken op wat je aan de zeekant tegenkomt. De helmgras. En uit die familie zijn er ook best een aantal die als siergras furoren hebben gemaakt. Over het algemeen stevige grassen, dat wil zeggen grassen met een stevig, vrij hard blad. Die kun je over het algemeen heel goed toepassen aan de kust. Zijn er weinig die daar niet echt tegen kunnen, laat ik het zo zeggen. Oké. En is dat alleen geschikt voor grote tuinen? Of kan je dat ook in kleine tuinen? Nou ja, dat hangt natuurlijk af van de maat van die grassen. Want je hebt natuurlijk die miscanthussen, waar die van Ernst Spagels komen en waar Piet in Nederland beroemd heeft gemaakt. En dat zijn wel hele grote grassen. Dat kunnen enorme pollen worden, sommige soorten. Een grote pol van een meter in doorsnee of meer na een aantal jaren. En de hoogte is ook niet gering. Je hebt ze van 80 centimeter tot 3 meter. Dus je moet wel goed uitkijken welke je kiest. Als je zoiets wilt in je tuin wilt zetten. En als je dat wil, is daar een soort leidraad aan te geven van hoe je dan zelf die beplanting kan kiezen? Hoe zou je dat aanpakken? Zou je website bezoeken of zou je boeken? Ja, het is als je echt wat grotere tuinverandering wilt aanpakken en je bent in dat soort dingen geïnteresseerd, dan kun je eigenlijk het beste op een rustige dag naar een kweker gaan, want de meeste kwekers die willen je heel graag van advies dienen. En die weten het beste, want die hebben dan ook het overzicht over wat er op dat moment leverbaar is. Terwijl als je het allemaal vanuit huis uitzoekt, ja, dan moet je er naartoe en dan hebben ze opeens net niet dat wat je wilt hebben. Dus ik adviseer mensen altijd om, als het enigszins kan, naar de kweker zelf toe te gaan. Ja, ja. Nee, duidelijk. Dat begrijp ik. Ik heb ook weer een andere plantkundige vraag. Welke Monarda kan ik het beste planten op zandgrond? En is die ook heel dauwbestendig? Och, ja, dat is wel heel moeilijk hoor. Want u weet dat Monarda's, als ze zich niet lekker voelen, dan krijgen ze spontaan meeldauw. Dus er is de afgelopen jaren is er heel veel
geprobeerd. En soms dan denken kwekers, nou, nu heb ik hem. En dan na 2 of 3 jaar, dan schiet hij toch weer in het meeldauw. En welke er op het ogenblik het beste, welke cultivars er op het ogenblik het beste zijn, dat zou ik eerlijk gezegd niet uit mijn hoofd weten. Want dat verandert zo vaak, dat ook daar zou ik zeggen, raadpleeg de, of de online catalogus van de kweker zal daar meestal wel uitsluitsel over geven, want het is natuurlijk een van de dingen die je van over een monarde wil weten. Is die gevoelig voor meeldauw of niet? Dus ja, ja. Dat lijkt me de beste oplossing eigenlijk. Nee, dat lijkt me voor dit moment een heel helder antwoord. Ik maak even een stapje naar de Highline in New York. Ja, we zien natuurlijk allemaal dat in New York kan het heel erg warm zijn. Ja. Gelukkig ben ik er zelf ook wel eens geweest. Het staat er altijd prachtig bij. En ook op jouw foto's was daar veel van te zien. Hoe is het toch mogelijk dat het daar zo top uitziet eigenlijk? Nou, dat zijn twee dingen. In de eerste plaats de plantkeuze. Er is in Nederland, niet alleen door Piet Oudolf, maar ook door zijn toenmalige schrijfcompaan Henk Gerritsen van de Prionatuinen, is er heel veel aandacht geweest. En ook in internationaal verband, we hebben allerlei mensen hebben het daarover gehad, voor de Tall Prairie uit Amerika en de planten die daar voorkomen. Dat is ook een, nou niet helemaal vergelijkbaar met stedelijk klimaat, maar dat zijn ook van die barre klimaatzones waar het zomers woest heet kan zijn. Op een gegeven moment kan het ook nog eens heel erg nat zijn, dus helemaal niet droog, en dan 's winters ook nog bar koud. Dus dat zijn planten, met andere woorden, die heel goed tegen extremen kunnen. Het nadeel is, ik weet dat Henk Gerritsen wel eens geprobeerd heeft om zo'n soort tall grass prairie vegetatie te imiteren. En hij kwam er al gauw achter dat het Nederlandse klimaat daar te zacht voor is. Dus dat lukt niet. Daar moet je allerlei trucs voor verzinnen om dat een beetje te kunnen benaderen. Iemand wie dat wel aardig is gelukt is Lianne Schrassen in Friesland. En dat is wel een heel mooi voorbeeld van hoe je dan toch met, door toch weer net iets andere soorten te gebruiken, hoe je toch iets kan krijgen wat daarop lijkt. Tweede reden waarom het daar zo mooi uitziet is omdat bij de Highline de ruggengraat wordt gevormd door een keiharde basis van vrijwilligers die daar het hele jaar, tenzij er sneeuw ligt, bezig zijn om de zaak te onderhouden. Dat gaat vrij strak. Het zijn er heel veel. En bovendien komt de baas af en toe ook nog kijken. Piet die stelt er een eer in om 2 keer per jaar minstens te kijken of het allemaal goed gaat. Want Piet is natuurlijk degene die het overzicht heeft over, niet alleen over de planten en hun eigenschappen, maar die ook voor ogen heeft welk beeld hij eigenlijk wil realiseren en hoe dat op een gegeven moment gaat verschuiven en wat je dan kunt doen, wat je eventueel, hoe je moet ingrijpen, wat je eventueel voor andere planten zou moeten gebruiken, welke je moet vervangen. Dus op die manier lukt dat om daar zo'n mooie vegetatie in stand te houden. Ja, ja, nee, ik heb toevallig ook weer een vraag die daarop aansluit, want jij net wat vertelde over de prairiebeplantingen. De vraag is de Dutch wijf met zijn prairiebeplanting nog actueel? Evolueren we in de Europese context niet meer naar steppenbeplantingen? Ja, nou, ik vrees dat wel eens het geval zou kunnen zijn. Dat is natuurlijk iets wat in de toekomst ligt. Iedereen merkt dat er dingen aan het veranderen zijn in het klimaat. Dus, en we zijn met z'n allen in Wageningen, maar ook op allerlei andere plekken en alle ontwerpers en kwekers zijn bezig met die vraag van welke kant gaat het op en hoe zou je daarop moeten reageren. Daar zijn we nog lang niet uit. Dus of we de kant van de steppen opgaan of dat we toch iets meer de kant van de prairie opgaan, daar is nog geen zinnig woord over te zeggen. Het is een kwestie van goed in de gaten houden. En het is ook voor tuiniers natuurlijk zelf heel interessant om te kijken wat gebeurt er.
Hoe verandert het allemaal? En wat zou je daar eventueel mee kunnen doen? Want laten we wel wezen, de tuinier zelf, niet de kweker, niet de ontwerper, maar de tuinier zelf is degene die het best in de gaten heeft wat er aan het veranderen is. Ja, ja. Ja, dankjewel. De volgende vraag is, hoe is het anno 2021 met de Dutch Wave? En wie zijn nu de gezichten ervan? Behalve jij natuurlijk, maar wie zijn de gezichten ervan? Ik ben een van de oude gezichten ervan. Want ja. ik loop ook al 30 jaar mee in die club, als je het zo mag noemen. De Dutch Wave is nog lang niet voorbij. Het is natuurlijk zo dat... Je merkt wel in Engeland bijvoorbeeld dat ze zeggen van nou ja, we zijn nou alweer aan iets anders toe. Maar dat is meer uit het idee van dat is een mode geweest en we willen nu iets anders. Zoals dat met modes gaat. Aan de andere kant is het zo dat natuurlijk een heleboel mensen in Nederland zijn gaan turnieren op die manier. En daar de voordelen van zien. En sommigen op een gegeven moment afhaken en anderen gaan gewoon verder de diepte in. En er zijn nog steeds behoorlijk wat jongere ontwerpers, zowel particulieren als bij grotere bedrijven, die daarmee bezig zijn. En die ga ik nu niet opnoemen, want ik ga geen namen noemen, want dat zou oneerlijk zijn ten opzichte van anderen. Maar ze zijn er wel degelijk, dus met een beetje zoeken kunt u ze best vinden. Zijn overigens niet altijd mensen met een officiële opleiding. Piet Oudolf is van huis uit ook hovenier. En heeft geen andere opleiding gevolgd. Maar hij heeft dat door nieuwsgierigheid, door onderzoek en door heel hard werken, heeft hij zich dat eigen gemaakt. Ik denk dat dat over het algemeen veel waardevoller is dan dat je je papiertje op school hebt gehaald en verder niet meer erover nadenkt. Nee. Dat begrijp ik en ik weet ook van jouzelf dat jij ook, een aantal jaren hovenier bent geweest. En ook zelf met de handen in de grond. Ik denk ook dat dat ook niet anders kan. Want je moet natuurlijk wel de praktijk ook ervaren. Ik heb nog even een vraag naar aanleiding van de Dutch Wave. Hoe internationaal is dat eigenlijk? En zijn er ook eigenlijk landen, streken, Oost-Europa, Japan, China met hun eigen waves? Zelfs dichter bij huis al, toen dat begrip begon op te komen in de vroege jaren 90, toen er is een Zweed geweest die had het over de Hollandse vaste plantengolf en dat werd dus afgekort tot Hollandse golf, oftewel Dutch Wave, maar er waren ook mensen in Duitsland met vergelijkbare initiatieven die ongeveer dezelfde kant op werkten. En dat is wel bekend als Deutsche Welle. En daarna is het natuurlijk, toen het echt populair werd, zijn er mensen geweest in de Baltische staten, zeker in Zweden en de rest van Scandinavië, maar bijvoorbeeld ook in Rusland is het werk van Piet bijvoorbeeld heel gewild. En er zijn via andere mensen, zijn er ook in China, zijn er projecten geweest. En daar zijn mensen dus zelf weer op verder gegaan, zoals het een goede tuinier betaamt, zou ik bijna zeggen. Je krijgt iets aangereikt en als het je bevalt, dan ga je daar zelf verder mee en dan pas je dat aan de lokale omstandigheden ofwel aan je eigen tuin. En zo gaat dat en zo hoort het volgens mij op te gaan. Ja, ja. Ja. Ik heb nu ook weer een praktische vraag. Welke tuinen in Noord- en Oost-Nederland zou ik het beste kunnen bezoeken als inspiratie voor de Dutch Wave toepassing in mijn eigen tuin? Dat is een goede vraag. Ik noemde al Lianne Siergrassen in Friesland. Die heeft een mooie website, is makkelijk te vinden. Vaak ook tuinen van kwekers, zoals de kleine plantage in Eenrum. Daar moeten we overigens snel van zijn, want die houden er na dit seizoen mee op. En dat is ook iets wat gebeurt natuurlijk. De eerste generatie, die begonnen is in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, die begint zo langzamerhand op leeftijd te raken. Maar er zijn gelukkig
jongere kwekers die daar tuinliefhebbers die daar het stokje overnemen en waar je dus uitstekend terecht kunt. Ja, ik ga daar ook geen naam voor noemen, want dat zou niet eerlijk zijn. Dat moet u echt zelf even opzoeken in een goede tuinengids. En die zijn er gelukkig genoeg. En ik weet dat er in Groeien en Bloeien ook regelmatig artikelen over verschijnen. Dus ik denk dat dat niet altijd moeilijk te vinden is. Oké, ik krijg nu een hele andere vraag. Die sluit ook een beetje aan bij een komende lezing die we gaan krijgen over, of eigenlijk meer een workshop, eetbare bloemen. Maar de vraag is aan jou, Leo. Ja. Kan je het verschil duidelijk maken tussen donnekervel en kervel, tussen haakjes fluitenkruid? In verband met juist wel niet eetbaarheid. Ja, daar zijn verschillende antwoorden op mogelijk. De ene is proberen. Dat zou ik niet aanraden, want dat met die dolle kervel, dan gaat u Socrates achterna en dan kunt u het niet navertellen. Dolle kervel ziet er ook wat anders uit. Als u goed kijkt, dan heeft dat rode vlekjes op de steel, meestal. De steel is ook wat harig. En wat ruwer. En gewoon fluitenkruid is wat kruidiger. Als je goed naar de bloemen kijkt, dan zie je het ook wel. Het is wat lossiger. En gewone kervel, dus tuinkervel, ja, dat zijn heel fijne plantjes. Helemaal niet dat ruige of dat hele grote van dolle kervel of fluitenkruid. Maar dat zijn fijne, echt herkenbaar als tuinplantjes. Kijk, iets anders is als je die plant in het wild tegenkomt, dan kun je zeggen van sommige families niet aan beginnen. Er vallen jaarlijks doden doordat ze denken van oh lekker peterselie of zo. En die heb je in soorten en je hebt ook soorten die er heel erg veel op lijken en waarvan je maar één keer eet en daarna is het afgelopen. Dus bij schermbloemen niet doen. Altijd alleen maar, je moet daar heel voorzichtig mee zijn, altijd alleen maar die soorten proberen waarvan je zeker weet dat je ze kunt herkennen. Dus je moet daar boekjes over hebben of heel veel ervaring. En anders moet je gewoon voorzichtig wezen en het niet doen. Hetzelfde als met paddenstoelen, daar geldt het nog iets sterker. Maar voor sommige plantenfamilies geldt dat zeker ook. Ja, nee, dank je wel. Dus wild plukken is niet altijd een goed idee, heb ik al eens gezegd. Wild plukken zonder kennis is heel riskant, dat denk ik ook. Maar ja, het is inderdaad op zich een mooi opstapje. Over 14 dagen hebben wij de lezing of workshop eetbare bloemen. Dus leuk hoor. Als je daar naar kijkt, weet je in ieder geval welke bloemen dan wel eetbaar zijn. Dus ja, dat is ook een mooi bruggetje. Ja. Ik heb nog een vraag, weer een hele praktische. Op een gegeven moment heb je een park in Duitsland laten zien met het bollenontwerp van Jacqueline van der Kloet, ja. Welk park was dat? Goeie vraag. Duitsland? Moet ik even kijken. Even kijken. Nee, dat kan ik op het plaatje niet zien en ik helaas, daar moet ik het antwoord op schuldig blijven. Maar het is wel vergelijkbaar met wat ze op bijna ieder jaar, de afgelopen jaren, op Keukenhof doet. Met zeer veel succes. En dus wat dat betreft, ik zou zeggen, kijk eens op de website van Jacqueline zelf. Daar staat een aantal voorbeelden op en daar staat deze, dacht ik, ook wel bij. Oké, dat is op zich denk ik ook een goede manier om het te achterhalen, de website van Jacqueline van der Kloet zelf. Ja. Ja. Ik ga nog bijna afronden, dus ik ga nog twee vragen stellen. Prima. Wat is de relatie tussen Noël Kingsbury en Piet Oudolf? En wat is de betekenis voor het propageren van de Dutch Wave in Engeland? Oh, dat is wel grappig. Ja, Noël zit er al een tijdje bij. We hebben ooit in vroege jaren 90 zijn er allerlei conferenties geweest in heel West-Europa, in Engeland, eerst in Kew, later in Zweden, in Duitsland. Toen kwam ik erbij, dat was 95 geloof ik. En
toen was het al een hele grote club van allerlei mensen die op deze manier, op een nieuwe manier met vaste planten bezig waren. En daar was Noel er een van. En die was ook, ja, die was ook al eerder in de jaren 90 op Piet's werk gestuit. Dus vrij vroeg. En zo hebben die elkaar leren kennen. En het was zo dat eerst schreef Henk Gerritsen samen met Piet zijn boeken. En toen Henk is overleden, 2008, of ietsje daarvoor al, toen heeft Noel die rol een beetje overgenomen. Ook al omdat hij goed is ingevoerd in de Engelstalige wereld. Dus dat was een mooie uitbreiding van de lezerskring. Zo is het eigenlijk gekomen. Oké, ja, dankjewel. En jij als kenner en ook praktijkman is natuurlijk ook een vraag die je eigenlijk altijd krijgt. De tips, trucs en andere zaken. Maar deze vraag is, welke vaste planten en heesters zijn jouw favorieten? Oh, dat is heel moeilijk te zeggen, want ik ben een veelvraat. Ik probeer heel veel vaste planten. Ja, ik bedoel, dan kijk ik van wat die staat er op het ogenblik. Dan heb ik, ja, wat zal ik eens zeggen? Vind ik heel moeilijk. Je hebt van die, daar kom ik zo niet uit. Dus in ieder seizoen is er wel iets wat ik heel mooi vind. Op het ogenblik zijn het de bloembollen en ik heb hele ouderwetse narcissus geranium, zo'n tros narcis, witte bloemlaadjes en zo'n klein oranje kroontje en zo'n hele typische sterke geur. Dat staat op het ogenblik te bloeien, dus dat vind ik op het ogenblik mooi. Maar of komt u over een maand, dan staat er weer heel iets anders. Het leuke is, vind ik altijd in tuin, dat je iedere week en zeker iedere maand weer iets anders hebt. En juist die afwisseling van de seizoenen en de opvolging van wat er allemaal groeit en opkomt en dan weer verandert, dat vind ik nog wel het meest interessante van tuinen. En ja, ik bedoel, er zijn wel planten die ik minder leuk vind, maar er zijn een heleboel planten die ik wel heel mooi vind. Dus dat is een beetje een antwoord met een omweggetje, zou ik zeggen. Ja, maar dat geeft ook niks, dat begrijp ik ook wel. Ja, dat was de laatste een beetje brede vraag. Ik ben hartstikke blij dat je eerst de prachtige presentatie, lezing hebt verzorgd. En ook nog de vragen die naar aanleiding daarvan binnen zijn gekomen. Dus daar wil ik je, Leo, echt heel hartelijk voor danken. Fijn. En ik weet ook, als er goede MLU-afdelingen zijn die jou als spreker willen, is dat ook altijd mogelijk. Dus dat zeker. Onze eigen website te vinden. Dus ja. Mijn hartelijke dank. En we zijn over 8:30 heen. Dus ik wil het gaan afsluiten. En mocht er ook mensen zijn die kijken en nog geen lid van Groei en Bloei zijn, dan hebben we nog een afsluitsheet voor. Dan weet u wat u moet doen om lid van onze mooie vereniging Groei en Bloei te worden. Leo, bedankt. En alle kijkers. Dank. Tot ziens. Tot ziens. Tot de volgende keer. Dag. Ja, dag.